Goedemorgen. Ja, je denkt, wat krijgen we nu? Maar ik ben nog op mijn werk. Het is nog een beetje vroeg. Het is 5:30. En het is prachtig mooi weer. Ik ben op tijd klaar, dus maar ik hoop dat Kasper dan ook klaar is. En dan gaan we lekker weer vissen vandaag. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Kijk je mee? Ja, daar lijkt het wel op. Nou, we zijn begonnen. Het mooie weer houdt nog wel aan, maar ja, hoe lang het duurt weten we niet, want het ziet eruit dat het ook wel gaat regenen. Kasper die heeft iedere keer als hij gooit, heeft hij wat. We zijn begonnen in Rotterdam. Misschien gaan we nog even naar Amsterdam. Oh ja, nou ja. Bij jou lijkt het op een of andere manier altijd een kanon. Ja, altijd. Ja, altijd. De spanband, die heeft hij er wel uit. Ja, een hele mooie. Ja. Werkt nog. Nou, ik denk dat dat allemaal nog wel werkend te krijgen is. Ja, ziet er nog uit, hè? Ziet er goed uit. Hey, een muntje. Een muntje. Wat is het? Kwartje? Ja? Ja, volgens mij wel. Oh ja. Oh ja, altijd leuk. Ja hoor. En aan de andere kant, ja, daar was ik dan even bezig. Hier mag je ook lekker zwemmen. Not. Wat rommel. En natuurlijk, ja, het is weer een tijdje geleden. Maar hij is er weer hoor, een kogeltje. Ja, een kogeltje. Moet ik wel zeggen. Het zou zomaar de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn. Omdat dit bruggetje, nou ja, deze dan niet, maar er lag hier al een brug in de oorlog. Daarom ben ik hier ook gaan zoeken natuurlijk. Nou, we gaan hem eventjes ontcijferen en als ik het schoongemaakt heb, dan weten we wat meer. Kijk, dat zal even te zien. Ja, en wat hebben we allemaal weer ondertussen gevangen? Nou, wat dit is, dat weten wij niet. Het onderste gedeelte is heel zwaar. Een heel apart ding. En de bovenkant, ja. Nou ja, zeg het maar. Wij weten het niet. Het had leuk geweest als we de aanhanger bij ons hadden. Want aan oud ijzer is het best wel wat kilootjes weer. Maar, en hier de bovenkant van een... Ja, dat zal dan toch wel zo'n ouderwets melkbus zijn. Zo eens kijken. Ja, dat weet ik bijna wel zeker. Superleuk. Ligt er wel een tijdje in. En hebben we hier een iets van een geldkistje. Wel in een rare vorm. En hier zit inderdaad niks meer in. Allemaal mapjes. Mapjes. En nog meer mapjes. Ik denk al ze meestal de papieren hebben wel erin laten. Nou ja, kijk, hier zit nog een tekst. Het zal vergaan zijn, toch? Ik zie daar wat tekst staan, maar zeker in of zo. Het zal echt al 100 eeuwen in. Ja, iets van dat beetje. Zodra je met je vingers overheen gaat, is weg. Ja. 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 Hier staat dat. Is dat ook wat, hè? Ja. Dat is wel grappig, dan zou je toch kunnen achterhalen. Als je met je vinger eroverheen gaat? Ja, dat is weg. Ja. Voor eeuwig. Altijd. We zullen het nooit weten. Maar één ding weten we zeker. Hij is leeg. Dat is toch weer jammer. Ja, dat is wel weer jammer. Moet je nou toch eens kijken. Hoe leuk is dat? Kijk maar een beetje scherp. Moeilijk te zien met de zon. Maar het is een soort ornamentje. En de bootjes die varen lekker voorbij. Hallo! Superleuk. Zo. Dat is het, hè? Nou, dat lijkt ook wel een granaat of zo. We hebben een heel oud blokmagneetje uit, nou ja, de prehistorie van de magneetvissen. Zo ging dat vroeger. Magneetvissen. Met een blokmagneetje. Schijnbaar zit een magneetje in. Kasper haalt net nog even een tas uit. Zo'n rolkoffer. Die was wel leeg. Dus dat is jammer. Nog wel een paar sloten. Van het merk Burg. Leuke oude sleutel. Beetje vergaan, kastsleutel. En natuurlijk
Nog een burgersleutel. Ja, ook wel leuk. Er staat iets achterop. Maar Dutch Locks, Locksmith Operation. Het grappige is, kijk, ze hebben het gewoon opengetrokken. Het zat aan een kistje, maar ja, het kistje is open gekregen, zo te zien. Slot heeft niks geholpen in ieder geval. Nee, een mooie zwemplek is dit niet. Een lekker stuk glas eraan en een kerstboom. Een schepje. Een schepje. Oh, dat is wel een lievertje, zeg. Het is een indianenpijl. Een indianenpijl? Ik denk derde eeuws. Derde eeuws. Ik doe het ervoor. Nou, je ziet het. Levensgevaarlijk. Ja, die vraag krijg je vaak. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, de boer aan het opruimen. Nou, dit is een flink slot. Sloten vind je wel vaker, of in tasjes. Maar dat is toch ook wel een flink ding. Muntjes. Ja, muntjes zijn er natuurlijk ook zat. Daar kan je niet veel meer van maken. Het koper is er vanaf. Hier zit het nogal op, maar niet meer te zien wat. En wat halen wij er weer uit? Een of ander oud gereedschap. Oh, er zit allemaal mooie beestjes in. Dat is niet wel goed. Een gouden oorbel! Een gouden oorbel! Ben je nou blij? Super. Leuk joh. Nou ja, goud. Wat is het? Hè? Ongetwijfeld. Het is een sieraad. Het is een sieraad. Ja. Ze hebben toch nog wat voor ons achtergelaten. Zit er nog meer in, of niet? Ja, ga zoeken. Oh, even graaien hoor. Nee. Je ziet het wel. Ja, en dit is natuurlijk hartstikke fout, lieve Osdorpers. Een oliefilter van een auto in het water gooien. Nou, hij is zo te zien ook nog vol gezeten. Het vet druipt eraf. Jammer. Ja, natuurlijk wil je allemaal leuke dingen vinden. En die hebben we ook wel gevonden hoor. Ik zou zeggen, ga vooral door. Want dan vind je vanzelf iets heel leuks, zoals een gun of andere leuke dingen, kluizen. Maar dit hoort er ook bij. Ja, het is allemaal wat troep, maar ook wel leuk om te vinden. Zijn ook muntjes, ja, een heel oud reflectortje van een fiets en andere dingen. Je moet me zo denken, je hebt wel het water weer helemaal schoongemaakt. Tenminste, een stukje schoon. En dat is ook wat waard. Ik dacht eerst een deel van een auto, maar ja, het is gewoon een standaard. En daar zit dan zo'n lamp in. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ja, het heeft ergens gestaan. Ik dacht eens dat het een soort kluisje was, maar... Nou, skateboard kwijt. Jij vindt hem weer. Leuk, hè? Ja. Heb je daar vroeger nog mee Heb je dat gedaan? Ik ben hem hier kwijtgeraakt, joh. Ik vind het altijd knap als je daarmee kan... ik kan dat niet. Ja, ik kan het. Ja. Ik zweer het je. Je zweert het. Ik zweer het je. Ik zou het niet doen. Jawel, het is echt... Jawel. Zeker wel. Echt waar? Oh jee, net op. Tegen die paal aan. Hey, cool man. Hij kan het echt. Goeie. Hele goeie. Hij doet het nog. Grappig. Kijk eens even. Hey. Nou, ja, je bent weer een bad boy. Leuk, ja, het is toch het eind. Als in de oorlog. Oh ja, dat klopt, ja. Hier nog een mooi mes, afgebroken. Voor de rest speakers en sloten en een stukje breekijzer. Ja, ja. Ja, het is op zich geen slechte plek. Maar er is weinig tijd. Dus ik ga alvast afsluiten. Ik vind het wel leuk zo. Ja, dit is een leuk afsluiten. Die, skateboard. Skateboard, ja, zeker. Cool. Ja. Ga jij vast naar Leiden? Doei! Doei!
Nou, ik vond het weer hartstikke leuk. Je kan niet altijd een gun vinden, maar we houden wel lekker het water schoon met z'n allen. Ja, ik heb nog wat. De volgende aflevering, die wil je ook zien. Want dan ga ik iets heel gaafs laten zien. Dat heb je nog niet eerder gezien bij Magneetvis in Nederland. Dus hou ons in de gaten. En trouwens nog bedankt, collega Magneetvisser van Magneetvissen Zuid-Holland. Was hartstikke gezellig. Het filmpje ben ik helaas kwijtgeraakt. Maar ja, volgende keer beter.